Welkom bij Til aan tafel. Vandaag interessante gasten. Straks aan tafel heb ik Fred Egging en ik kom vertellen over Buren Toen Theater. Natuurlijk komen mijn kritische vrienden langs en nu zit ik aan tafel met Antoinette Bons. En jij bent van Zorgboerderij Kei in Wadenooijen. Kun jij me eerst vertellen wat een zorgboerderij precies inhoudt? Ja, er zijn heel veel verschillende soorten zorgboerderijen. Maar eigenlijk allemaal bieden ze zorg aan mensen. Het kan zijn dat mensen daar wonen, het kan zijn dat mensen daar werken, het kan zijn dat kinderen daar dingen leren. En in ons geval is het dagbesteding voor mensen die geen baan kunnen krijgen omdat ze daarvoor te veel beperkingen hebben. Die kunnen bij ons toch op een zinvolle en vooral ook leuke manier hun dagritme houden. Ja, mensen met een beperking, waar moet ik dan aan denken? Bij ons is het heel divers. We hebben mensen met psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, autisme. Ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen terecht. Wij kiezen speciaal niet voor één doelgroep, maar wij zeggen als mensen zich bij ons thuis voelen, dan gaan we kijken of we ze kunnen helpen. Ja, hoe groot is zo'n groep die bij jullie terecht kan? Bij ons zijn de groepen maximaal 5 personen. En hoe groot is het team die met die mensen omgaat? Het team is 1 begeleider per 5 personen. En dat ben ik eigenlijk altijd. En 2 dagen in de week helpt mijn man. En 1 dag in de week helpt mijn dochter. Oké. En waar bestaat zo'n dagbesteding nou uit? Wij beginnen 's morgens om 9 uur met voeren. Dat doen we met z'n allen. Onze dieren zijn geen productiedieren, worden niet verkocht. Maar het zijn voor een groot deel oude dieren die gewoon een goede oude dag mogen hebben. Dus we observeren ze heel goed, kijken of er niemand kreupen loopt, kijken of het lekker met ze gaat. We hebben geitjes, we hebben schaapjes, we hebben paarden, we hebben varkentjes, we hebben kippen, eenden, ganzen en we hebben honden. Dat is heel wat. We hebben van alles, maar van alles een klein beetje. Als ik het over de geitjes heb, dan zijn dat er 2. De varkens zijn er ook 2. Oké, en daar start de dag mee? Daar start de dag mee en dat doen we met z'n allen. En we observeren ze, we praten er ook over. Ik leer ook veel over de dieren aan de anderen. Daarna gaan we de mest opruimen, dat hoort er ook bij. Dan is het ongeveer 10:30, dan gaan we koffie drinken. En dan heb ik een aantal taken bedacht van tevoren. Zeg jongens, er is een stal die schoongemaakt moet worden. Er moeten ergens wat tegels verlegd worden. We moeten in de moestuin nodig eens even onkruid wieden. En dan kiezen de deelnemers met mijn hulp wie welke taak gaat doen. Nou, dan gaan we in de gang. En hoe oud zijn die mensen in de groep? Mijn volwassen deelnemers zijn naar boven de 18. En dat kan tot alle leeftijden toegaan. Op dit moment is de oudste 53, geloof ik. En dan heb je de stallen uitgemest en dan... Dan is het tijd voor de lunch, dan gaan we eten. We koken ook meestal met z'n allen. Ik maak ook altijd iets lekker warms. Niemand neemt zijn eigen brood mee, maar we smeren dat met z'n allen aan tafel. En doen daar ook wat aan de sociale vaardigheden. Je moet elkaar wel om de boter, de kaas en de melk vragen. Want dat is voor sommige mensen al heel moeilijk. En heel leuk als dat lukt. Ja, maar komen die mensen nou iedere dag dan bij jou terug? Of is dat 1 keer in de week? Dat is naar eigen keus. Ik heb 1 deelnemer die komt 4 volle dagen. Ik heb er eentje die komt 4 halve dagen. Ik heb mensen die 3 dagen komen. Maar ik heb ook iemand die maar 1 keer in de week komt. Ja, en hoe komen mensen bij jou terecht? Of bij jullie terecht? Ja, eerst zijn via de Kamier van Notenschool kinderen uit het speciaal onderwijs. Die lopen stages, oriënterend op een beroep als ze... 16, 17 zijn. En als ze dan 18 zijn en ze hebben het bij jou gevonden en ze gaan van school af, dan komen ze bij je werken. Dat kan. Maar tegenwoordig is het heel veel via doorverwijzing en het laatste jaar ook gewoon rechtstreeks van de gemeente, omdat ik daar inmiddels een contract mee heb. En, dat is natuurlijk heel veel veranderd in die regelgeving. Dat is heel veel veranderd, ja. En dan komen mensen rechtstreeks bij jullie terecht? Ja, dat meestal is het dan... Is daar dan ook ruimte voor? Of komen mensen op een wachtlijst? Ik heb nog nooit gelukkig een wachtlijst hoeven gebruiken. We hebben nog plek, niet op alle dagen. Maar we zitten nog steeds niet helemaal vol. En bestaat ook de mogelijkheid, dat doen we ook af en toe, om groepen te splitsen. Zodat je zegt van ja, oké, we willen er niet meer dan 5 in een groep. Maar met een extra begeleider kunnen we wel 2 parallele groepen maken. Dat gaat net. Nou, maximaal 10 mensen op een dagdeel, dat zijn we echt vol. Want het is echt een kleine boerderij. Ja, het is niet heel erg veel ruimte wat jullie hebben. Nou, wij willen met z'n allen aan tafel kunnen eten. En dat moet ook nog voor de mensen die niet tegen veel prikkels kunnen, gewoon leuk zijn. Ja, logisch. Dus autisme. Ja, precies. Ja. Dat moet veilig zijn. En nou ligt er hier een stapel boeken. Ja, daar hadden we het over. Ja, en jij had het net over sociale vaardigheden inderdaad tijdens die lunch wellicht. Want jij hebt een ontzettend leuk plan. Daar ga je mij over vertellen. Ja. Ik heb het plan niet hoor. Het Jeugdfonds, initiatiefnemer van Kinderzwerfboek. Mag ik er even eentje bij pakken? Dit zijn boeken, daar zit een sticker op. Die stickers kun je gratis krijgen.
En als jij als kind dat boek uit hebt en je doet die sticker erop, dan leg je dat boek ergens neer. In een winkel of in de trein, maakt niet uit. Elk kind moet weten dat hij dit boek mag pakken en hij mag het lezen en daarna laat hij het weer verder zwerven. Nou, dat is een initiatief wat ons heel erg aanspreekt, want het idee is kinderen moeten lezen. Dat is gewoon goed voor ze, daar worden ze beter van. Laten we dan zorgen dat kinderen ook gratis aan boeken kunnen komen en dat kinderen hun mooie boeken ook niet in de kast hoeven te laten verstoffen, maar door kunnen geven. Maar ook voor onze volwassenen geldt dat lezen en voorgelezen worden als je zelf niet kan lezen heel belangrijk is. Want die ontwikkelen zich ook. Die kunnen ook nog taalvaardiger worden en nog veel meer leren. Dus wij willen ook voor onze deelnemers, doen we altijd graag een beetje voorlezen, af en toe eens een boek uitlenen. Dus het past heel erg bij ons dit. En wij hebben gezegd, nou, kinderzwerfboek, dan willen wij wel een kinderzwerfboekenstation worden. Zodat kinderen gewoon weten, als ik een zwerfboek wil lenen, kan ik naar de kei komen en daar is zo'n boek. We hebben een kast vol, er staan er nu al 100 in en ik weet zeker dat we nog heel veel boeken gaan krijgen. Dan hebben we altijd een boek te kiezen. Want een kind kan natuurlijk niet in de trein maar gaan lopen zoeken of er misschien toevallig ergens een boekje ligt. Dat zou een beetje raar zijn inderdaad. Het wordt een soort van station, een bibliotheek. Ja. Waar kinderen, maar wellicht ook volwassenen. Ja, iedereen die het boek leuk vindt mag het natuurlijk lenen. En oma's mogen het ook lenen om hun kleinkinderen voor te lezen, natuurlijk. Nou, als je het maar doorgeeft aan iemand anders, als je het uit hebt. Ja, lezen is natuurlijk fantastisch voor alles en voor iedereen. Ja. Maar dat ga je natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. 2 april. Maken we een feestje van. We zijn heel blij, wethouder Driessen die wil het komen openen. En die gaat dat ook doen. Wat hij nog niet weet is dat we hem gaan vragen om dan ook meteen een verhaal voor te lezen. Leuk. En aansluitend aan de opening, dat is om 2:30, van 2 tot 4 houden we een voorleesmarathon. En dan gaan we op verschillende plekken op het erf gaan we boeken voorlezen, verhalen vertellen. Dat kan in het kippenhok zijn, of in de klusschuur, of bij de konijntjes. En misschien ook wel gewoon in de moestuin, of tussen de appelbomen. Maakt niet uit. Op allemaal plekken maken we zitjes waar je een verhaal kunt luisteren. Heb je het gehoord of vind je het niet zo leuk, dan loop je een eindje verder. Dan kan je ergens anders een verhaal gaan luisteren. Maar we, dat is dan het team, of gaan er ook kinderen, gaan er ook andere mensen voorlezen? Onze deelnemers gaan voor een deel voorlezen. We zijn nog op zoek naar een paar opa's en oma's. Mocht u willen, dan kunnen ze zich aanmelden. Daarnaast, want we zijn er nog niet, hebben we een strijkkwartet wat mooie muziek gaat maken. En die gaan we ook proberen of we ze 2 uur lang kunnen laten spelen. En een van onze deelnemers zal ook met zijn gitaar al wat doen. Misschien zijn er nog wel meer mensen die zeggen, nou, ik wil best muzikaal wat bijdragen. Krijgt hij ook een uniek podiumpje, heel klein. Wat leuk. En we gaan natuurlijk zorgen voor lekkere hapjes, lekkere drankjes en het gezellig maken. Wie mogen daar komen? Iedereen. Iedereen is daar welkom? Iedereen is welkom. En weet iedereen ook waar de zorgboerderij zit? Ik zou denken van wel, want we zitten er al 9 jaar, maar lang niet iedereen weet dat. Wij zitten op Bommelweg 1. Dat is op de dreef van Wadderooien naar Ophemert, op de kruising. En iedereen is daar welkom? Iedereen is daar welkom. Mocht er nou nog zijn dat mensen leuke kinderboeken of boeken in de kast hebben staan, zijn die dan ook welkom? Die zijn heel erg welkom. Ja. Ik heb afgesproken, als ik er te veel zou krijgen, de OK-winkel in Tiel is ook een kinderboekenstation en er komen er nog veel meer. Dan ga ik met die andere stations ga ik uitruilen. Kijk. Dus ze komen echt allemaal gewoon als kinderzwerfboek aan de en zo wisselt die collectie ook gewoon. Precies, lekker. Dan heb je wat afwisseling, ja. Nou, 2 april moet een fantastische dag worden. Laat het lekker droog zijn. Ja, een zonnetje erbij zou heel fijn zijn. Muziek, hapjes en informatie natuurlijk over wat jullie allemaal doen. Zeker. En ik wens jullie ontzettend veel succes. En mocht jij weer nieuws hebben, dan wil ik jou heel graag hier weer ontvangen. Zullen we dat afspreken? Dan kom ik graag nog een keer. Oké, dankjewel. Doei. Bij mij aan tafel zit Fred Egging. Nou, zijn naam is natuurlijk bekend van De Gelderlander, jarenlang verslaggever geweest. Welkom Fred, geen verslaggever meer bij De Gelderlander. Klopt. Gepensioneerd, maar nog wel heel erg druk, hè? Inderdaad, ja. Inderdaad. En wat er nu dus, waar wij het over gaan hebben, is Buren Toen Theater. Want daar heb jij de teksten voor geschreven. Maar voor de mensen die Buren Toen Theater niet kennen, wat is het Buren Toen Theater? Ja, een plan eigenlijk van 2008-2009, aantal bestuursleden, ik was zelf ook wel betrokken daarbij, om eigenlijk iets te doen met het prachtige stadje Buren, waar heel veel gebeurd is in het verleden, om daar om de 3 jaar een productie te maken, gericht op een periode van lang geleden of dichtbij. Ja, een productie, en dan hebben we het over theater, toneel.
Ja, je moet het eigenlijk zien als muziek, spel. Wat dat betreft is het multitheater, van alles wat. Heel veel mensen, bijna 100, leeftijd van 6 tot bijna 80. Enorme prestatie, met name van de regisseur Gerard Evers. Ja. Je doet het echt geweldig. Dit is de derde productie. We hebben samen al 2 producties gedaan. Daaraan gekoppeld prachtige muziek. Er zitten veel liedjes in van Marion Dobbe als componist. Dus het is echt een totaal plaatje in open lucht. Een totaal plaatje in open lucht. En het heet Hier verder alles goed. Maar hoe kom je nou aan de teksten? Want het gaat over welke periode? Klopt, het bestuur wilde graag een periode waar een beetje dichtbij is. Waar mensen zich kunnen herkennen. En toen hebben we gekozen voor de jaren 50. Zo vlak na de... Ja, een beetje buren krabbelt op uit die Tweede Wereldoorlog. En toen heb ik allerlei mensen geïnterviewd. Die zijn er nog. Heel veel 80 op 90-plussers gesproken. Prachtige gesprekken. Hun hart ging helemaal open. En op een gegeven moment, dat is ook de rode draad geworden van het verhaal, zei iemand toen ik vroeg van welke herinnering heb je aan de jeugd van festiviteiten in het stadje. Dat was toen echt een klein stadje in Buren. En toen zei hij 2 dingen. Koninginnedag, hè, want Buren is Oranjestad. En toen zei hij ook, ik kan me herinneren als jochie dat het huis werd versierd van een jongen uit Buren die terugkwam uit Nederlands-Indië. Aha. En dat is het verhaal geworden in hoofdlijnen. Het is zelfs zo spectaculair. Het verhaal speelt zich af bij de molen. We hebben een draaiend decor, echt geweldig. En het publiek draait van Nederlands-Indië naar het stadje Buren een paar keer heen en weer. Dus die verhalen die man vertelde over Nederlands-Indië, dat wordt gespeeld? Ja, ik heb me verdiept uiteraard in historie. Er was in de tijd inderdaad een regiment met de naam de Kersenplukkers. Anders dan je zou verwachten waren dat dus militairen die vrijwillig zich opgaven om daar te gaan vechten. En ik heb me verdiept in de historie daarvan. Ik heb ook alle mensen gesproken die daar in de oorlog geweest zijn. En het verhaal gaat onder meer, er gebeurt natuurlijk heel veel meer, onder andere wat een oorlog met een mens doet. Dus dat is eigenlijk een heel pittig onderwerp en eigenlijk ook wel heel actueel natuurlijk. Klopt. En over actualiteit gesproken, die jongen, ik ga nu niet veel verklappen, die laat ik op een gegeven moment vertrekken uit Buren, omdat hij, dat speelde toen heel erg, een katholiek gezin. En hij mocht niet trouwen met een protestants meisje. En ik heb ook een lied, dit daarin, prachtige melodie ook, van wat godsdienst kan doen met een land. Helaas, heel ook actueel. Dat is erg actueel, ja, inderdaad. Ja. En die groep mensen die meespeelt, zijn het 100 mensen? Bijna 100 mensen. Het is echt geweldig, hoe kom je elke keer daaraan? Overvallen. Ja, eigenlijk zijn we begonnen in 2010, dan in 2013. Heel veel mensen zijn vast. Het is echt een familie geworden bijna. Maar ook heel veel nieuwe mensen. En wat heel erg leuk is, ook jonge mensen. Bijvoorbeeld, we hebben bij dit stuk zaten in één keer 8 van die pubermeisjes. Heb ik speciaal stukken voor geschreven. Het telt ook voor jongens. En die komen dan ook auditeren? Die komen gewoon langs? Nou, of hoe wat werkt ook wel dat? Grappig is van ons, dat we geen auditie hebben. Het enige wat we eisen is dat je elke keer komt en natuurlijk inzet hebt en dezelfde passie die we allemaal natuurlijk hebben als creatief team. Want hoeveel moet er gerepeteerd worden voordat dit We oefenen nu al een paar maanden 1 keer in de week. Dat wordt natuurlijk, er komt een stroomversnelling als we buiten gaan oefenen straks. En dan gaan we ook een weekend oefenen en een buiten op locatie oefenen. En ook die muziek, alles is buiten? Alles buiten. Met speciale muziektent natuurlijk, want de band moet natuurlijk wel droog staan mocht het gaan regenen. Ja, en natuurlijk altijd de grote spanning die ik zelf eigenlijk heb, want op een gegeven moment gaat het wel goed lopen qua tekst en muziek, of het weer een beetje meewerkt. Ja, dat is altijd spannend in de buitenlucht. En wat ook heel grappig is om te vertellen, we spelen dan de derde week van september, dat er nu al 500 kaartjes verkocht zijn. Terwijl je zou zeggen van ja, de mensen wachten tot het laatst, hè. Ja. September wordt een hele geweldige maand natuurlijk, hè? Met Corso en Appelpop en dus inderdaad Beethoven. Ja. Ik heb begrepen dat u ook betrokken bent met Corso tegenwoordig. Ja, klopt. Ik ben sinds kort bestuurslid geworden van Stichting Vuur Stromeland. Dus ik had al een passie voor het fruitkoos als verslaggever. Nu kan ik dan weer in de praktijk brengen. Ja, gewoon echt een druk baasje. Ja, inderdaad. Ik ben voorzitter geworden van de nieuwe commissie Media en Programmering. Ik ben hartstikke druk. Ja, goed. Maar wel heel leuk druk. Leuk druk. Zijn die teksten nu al helemaal klaar voor dit theaterstuk? Nou, hele goede vraag. Je zou zeggen, de teksten zijn inderdaad klaar, maar we blijven schaven.
Ik heb toevallig net overleg gehad met de regisseur vanmiddag om bepaalde delen toch weer te veranderen. Omdat dat beter uitkomt qua regie. En we passen ook teksten aan de spelers. Dat moet ik wel lekker moet een beetje op het lijf die op het lijf geschreven zijn. Ja. En als een speler zegt van het klinkt niet echt lekker. Dus we zijn nu nog net in de laatste fase van de verandering. Wat toch wel leuk is om te vertellen. Ik zei al, we gaan draaien naar Nederlands-Indië. Ja. Erg ambitieus. Ja, het is enorm ambitieus. Ja. Bestuur, alle hulde. We zoeken nog steeds, we zijn nog steeds in gesprek met een groep Molukkers. Molukse mensen in Tiel met name. Die een rol willen ook. Die een rol willen, die daar inderdaad spelen, dansen, zingen, er zijn. En er is een enorme Molukse gemeenschap. Een enorme Molukse gemeenschap, die wij ook erg koesteren. We hebben ook contact al gelegd. We zijn nog steeds op zoek naar nog meer mensen. Mannen, vrouwen, kinderen? Mannen, vrouwen, kinderen, alle leeftijden, ja. Alles, oké. Dus daar nog even extra aandacht voor inderdaad. Klopt. De derde week van september gaat het allemaal gebeuren. Zijn er ook concrete dagen, wanneer? Ja, toen ik hierheen ging, denk ik van wanneer beginnen we ook alweer? Ik denk 12 tot en met 17 september. Het valt inderdaad in de week net voor het fruitkorso. Nou, moet kunnen. Moet kunnen. Moet lukken. Nou, jullie zijn nog hartstikke druk om natuurlijk dit tot een waanzinnig spektakel om te toveren. Iedereen moet gaan komen kijken. Maar laten we voor die tijd nog een keertje ook met Gerard Evers heel goed plan. Even nog gaan praten. Dat is ook een enorm gepassioneerde regisseur. Ja. Die ook zijn prachtige verhalen dan kan vertellen. Klopt. Nou, tot die tijd heel veel succes. Bedankt. En wij gaan elkaar gewoon weer zien. Geweldig. Dank je. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. We hebben een onderwerp wat best lastig is. Hoe kun je jongeren betrekken bij de politiek? Wat is de invloed van jongeren? Hoe moet je dat aanpakken? Ik heb een hele tafel vol met kritische vrienden. Jan Woldberg, Han Kersten en Adrie Meijer. Mannen, welkom. Ik begin bij jou, Jan. Want het is natuurlijk ook wel een beetje jouw dingetje. Ja, het is erg mijn ding. Het aardige is dat wij gisteren in de gemeente Neder-Betuwe een jongerenraad hebben gehad. Een jongerendebat met jongeren van alle drie de VO-scholen uit onze gemeente. En over welke leeftijd hebben we het dan? Dat zijn des de puberleeftijd, hè? Dus de hoogste klasse van de VO-scholen. En dat is, elk jaar is dat. Zij leveren zelf dan stellingen aan die ze dan moeten verdedigen. En gisteren heeft ook de jongerenraad van de gemeente Neder-Betuwe die heeft een presentatie gedaan voor de jongeren. Dat heeft ongeveer een aantal nieuwe leden opgeleverd. Alleen het is toch voor die club, voor de jongerenraad in oprichting, is het vrij lastig om de politiek te overtuigen van nut en noodzaak van jongerenparticipatie. Ja, maar wat daar dan gebeurt, is dat puur hypothetisch, stellingen brengen, verdedigen, of zijn het echt concrete plannen die de jongeren hebben? Nou, het jongerendebat, dat is in eerste instantie stellingen worden geformuleerd, die komen van de jongeren zelf, daar moeten zij zich sterker maken. Het tweede gedeelte waren stellingen die de jongerenraad heeft geponeerd en waar ze los konden gaan op elkaar. Dus dat waren ook echt onderwerpen waar bijvoorbeeld een stelling was van nou, een gemeente moet verplicht een jongerenraad hebben. Dat was een van de stellingen. Nou, daar is natuurlijk van alles voor te zeggen. Hè? Van, moet een gemeente daartoe verplicht worden? Wat is dan de rol van de jongeren zelf? Nou, dat was een hele levende discussie. Ja, Han, zou jij dat een idee vinden? Om dat ja, mijn zorgen is in algemeenheid, of het nou jongeren of heel ouderen zijn. Welke invloed heb je als burger op wat een gemeentelijke organisatie doet? Want dat zijn ook mensen die hun werk doen, die hebben opdrachten gekregen, die doen hun werk. En hoe kun je nou het zo voor elkaar krijgen dat je als burger tevreden bent over wat er gebeurt? Ja, en dan heb je het over de burger, maar ik denk dat in jongeren dan, want daar begonnen we natuurlijk mee, dat die drempel nog veel hoger ligt. Voor de jongeren ligt de drempel wel hoger, omdat die zich nog moet inleven in wat er allemaal speelt. Ja, en zo is het dan niet zo dat de gemeente zich ook in moet leven in jongeren? Want de gemeente is niks. De gemeente is een verzameling mensen. Het is een orgaan. En ja, maar de gemeente die moet dan toch zorgen dat die jongeren een woord krijgen. Dat ze iets te vertellen kunnen hebben. En dat is nu dus absoluut niet het geval. Hoe zou jij dat dan zien? Want wat jij dus zegt van een jongerenraad, op een of andere manier, die jongeren hebben ook zelf ideeën van wat er zou binnen de gemeente zou moeten gebeuren. Hoe zou je dat kunnen concretiseren dan? Hoe zou je dat zien? Juist door een jongerenraad, en dat is wat Jan net zegt, de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs, die zijn wel zo verstandig
dat ze een klein beetje zouden moeten kunnen weten wat er in een gemeente speelt. En of dat nou scheefliggende tegels zijn of een hondenuitlaatplaats die een beetje opgeknapt moet worden, dat maakt allemaal niks uit. Maar ik weet zeker dat jongeren daar een heel eigen idee over hebben. Dus jij bent wel voorstander daarvan? Van sowieso. Want ik vind dat jongeren sowieso wat te vertellen moeten hebben. Het maakt wel wat uit. Want de onderwerpen, als het over jongeren gaat, dat het mijn ervaring is dat je het moet hebben over onderwerpen die ook dicht bij jongeren liggen. Die bij hun wereld past. En die bij hun wereld past. Ja. En kijk, op het moment dat het gewoon echt heel ver van hun bedshow is, dan haken ze af. Voor jongeren is het vaak dat het heel concreet moet zijn. Dat kan zijn vanwege activiteiten of dat je dus op onderwerpen die met jongeren te maken hebben, dat je dus bijvoorbeeld inspreekt tijdens beeldvormende avonden van de gemeente. Ja, bijvoorbeeld een hangplek voor jongeren. Dat heel concreet. Wat heel concreet is. Ja. Je kunt ook bemoeienissen van de gemeente met festiviteiten. Zou je daar ook onder kunnen scharen? Dat was gisteren een heel mooi voorbeeld. Dat in Opheusden is één keer per jaar door de voetbalvereniging een tentfeest. Rond Koninginnedag. Nou, de SGP bij ons is daar gewoon fel op tegen, omdat ze vinden dat er niet hoort. En er wordt dus drankmisbruik en een hoop kabaal. Maar de jongeren gisteren echt tijdens het jongerendebat echt furieus tegen de keer gingen. Is er één keer per jaar wat voor ons te doen en dan kan het niet. En dan mag het. En terwijl het juist zo is in zo'n gemeente, is het leven en laten leven. Laat die gasten toch een keer, weet je wel, één keer per jaar. Ja. Het is natuurlijk sowieso goed om te luisteren naar elkaar. Maar Han, jij gaf net een beetje een hint van, het is niet alleen de jongeren, ook de burgers, iedereen. Iedereen. Hier aan tafel zitten drie wat ouderen, om het netjes te zeggen. Dank er zit wel. Geen jongeren bij. Nee. Ik denk dat ook in zo'n discussie als wij nu hebben, een jongere best wel welkom is om ook te illustreren wat wij voor hun nu zitten te denken. Goed idee. Misschien een keer een programma-idee om jongeren bijvoorbeeld, want ik weet in bijvoorbeeld de gemeente Buren hebben ze een jongerenraad, nee, de Betuwe, mogelijk in Tiel ook, dat je een aantal van die jongeren een keer aan tafel hebt om het daar eens over door te praten. Kijk, nu hoor je het van ons, maar ze zelf eens te vragen van jongens, wat vinden jullie er nou van? Ja. Ja, nou ja, ik ben voorstander natuurlijk. Oké, dan gaan we door. Als jij voorstander bent, gaat dat door. Ja. Wordt dat gewoon geregeld. Ja, maar goed, worden ze gehoord? Wordt de burger gehoord? Natuurlijk het grotere verhaal. Ik denk dat burgers vaak niet weten waar ze terecht moeten om een klacht of een wens of een idee te plaatsen. Want gemeentes zijn over het algemeen vrij ondoorzichtig. Ben je het daarmee eens? Nee. De gemeentes zijn heel doorzichtig. Als je er verstand van hebt. Er zijn ambtenaren die doen uiteindelijk wat de politiek graag wil. En als je als burger iets wilt bereiken, moet je via de politieke partijen je voorkeur aangeven aan degene die het uit moeten voeren. Alleen dat voor elkaar krijgen, dat vraagt nogal wat. Want een gemeente is ook een eigenzinnig instituut geworden in de loop van de jaren. Ja. Gewoon omdat burgers vaak het af laten weten om hun plicht te doen. En dat is meedenken, wat moet er eigenlijk in onze gemeente gebeuren? Dus je zou niet alleen een jongerenraad moeten hebben, maar ook een burgerraad? Die is er, dat is de gemeenteraad. Ja, alleen maar de burgers is nog geen burgerraad. Nee, maar die moeten... Die wordt gekozen. Die wordt gekozen. Ja, goed. Maar ik ben het met je eens om te zeggen van je zou bijvoorbeeld rond onderwerpen, want heel vaak als de raadzaal vol zit, dan is de stront aan de knikker. Ja. Dus andere onderwerpen hoeven ze niet, maar op het moment dat het heel dicht bij de mensen zelf komt, dan zijn mensen er. Maar dat betekent dat je dan in een eerder stadium als gemeente die mensen moet opzoeken en daarmee in gesprek gaan. Dat kan gewoon echt op onderwerpen. Jij noemde net het onderwerp hondenpoep in een bepaalde wijk waar jij last van hebt en dan je toch niet gehoord voelt. Nou, er zijn mogelijk meerdere burgers. Nou, oké, heb het daar een keer. Ja, goed. Dus er is wel een weg voor de burger om inderdaad met wensen ideeën te komen, die gemeenteraad. Een mooi einde voor Tiel aan tafel. Volgende week zijn we er weer. Fijn dat u heeft gekeken.